Ja, dat is eigenlijk de mooiste week van het jaar. Hè? En dan met mooi weer erbij, dan is dat echt genieten om te doen. Ja, we zijn afgelopen maandag begonnen met de opbouw hier in de binnenstad. En vanaf maandagavond gelijk wel reuring in de binnenstad. We zijn begonnen met het horecatoernooi. Dat hebben we dinsdagavond nog een keer overgedaan. En donderdag en vrijdag was het bedrijventoernooi. Woensdag beach rugby. En nu zaterdag en zondag de Eredivisie. En overdag hadden we nog clinics voor de jeugd. Dus we kunnen bijna wel stellen dat alle Almeloers wel van het zand geproefd hebben deze week. Ja, het is een Nederlandse top, hè. Dus het zijn de 12 hoogst geclasseerde Nederlandse teams. En toevallig, as we speak, staat een Australisch duo achter ons te spelen. Dus af en toe hebben we ook het geluk dat er nog internationale teams hier naar Almelo komen. Kun je een voorspelling doen van de uiteindelijke winnaar? Ja, die durf ik wel aan. Ik denk dat het bij de mannen gaat Boermans mee vandoor. En bij de dames schat ik zo in dat de Australische duo een heel goede kans maakt. Wat vind je van de publieke belangstelling? Ja, zoals je ziet, hè, staat rijen dik om het veld. Dus volgens mij staat onze horeca-ondernemer naast ons. En volgens mij dikke rijen bij zijn terras. Dus ik zie hem glimlachen, dus dat zou ook wel een goed teken zijn. Dus dat betekent alleen maar een heel groot succes deze week voor de vierde keer alweer. Ja, dat is de vierde editie en er komt sowieso een vijfde bij, want we hebben een overeenkomst voor 3 jaar. En die is, dit is het tweede jaar daarvan, dus volgend jaar is het weer in Almelo. En, ja, we hopen hier wel een traditie van te maken en dat het gewoon elk jaar weer terugkomt. Want volgens mij geniet heel Almelo ervan, dus dat is mooi.